Nou, dat roept dan de vraag op. Nu weten we wat bewustzijn niet is volgens Dennett, maar wat is het dan volgens hem wel? En wat voor alternatief geeft hij dus voor het denken over bewustzijn zoals dat gedaan wordt binnen het Cartesiaans materialisme? Nou, Dennett's alternatief is eigenlijk het volgende. Hij zegt, informatie over de verschillende kenmerken van de werkelijkheid is op meerdere plekken en op meerdere tijdstippen in de hersenen aanwezig. Wat hij eigenlijk zegt is, als je je ogen open doet en je oren open doet en je handen gebruikt en je neus openspert, dan krijg je heel veel informatie binnen. Maar die informatie die is sowieso heel erg verspreid door de hersenen. Dus visuele informatie is op een heel andere plek dan tactiele informatie die je bijvoorbeeld krijgt door dingen aan te raken. Bovendien is het zo dat die informatie ook tijd nodig heeft om verwerkt te worden. En dat het dus zo kan zijn dat tactiele informatie bijvoorbeeld veel sneller of makkelijker verwerkt wordt dan visuele informatie die je krijgt door dingen te zien. En tenslotte is het zo dat zelfs visuele informatie nog opgesplitst kan worden in verschillende soorten visuele informatie. Bijvoorbeeld informatie over vorm, informatie over kleur, informatie over verhouding, etc. En ook daarvoor geldt dat die informatie op verschillende plekken aanwezig kan zijn. En op verschillende tijdstippen ook verwerkt of niet verwerkt kan zijn. Dus de hersenen kunnen al wel informatie verwerkt hebben over de kleur van een object, of over de vorm van een object, zonder al informatie over de kleur van het object te hebben verwerkt. Bovendien kan het zo zijn dat informatie in de hersenen op een gegeven moment zelfs mogelijk tegenstrijdig is. En dat zagen we in een zekere zin, of dat kun je in een zekere zin zien in het VIE-fenomeen. Want het kan zo zijn dat je aan de ene kant denkt van ja, god, dat je hersenen aan de ene kant informatie hebben over het feit dat er linksbovenin een stip heeft geknipperd. En aan de andere kant rechts ook. Maar dat ze als het ware die informatie niet goed kunnen inpassen in een situatie waarin daar normaal gesproken dan een soort beweging zal zijn geweest. En dat er dus tegenstrijdige informatie is. Bijvoorbeeld, er is eigenlijk helemaal geen beweging geweest van linksboven naar rechtsonder. Er is wel beweging geweest. Dus de informatie in de hersenen kan op een gegeven moment zelfs gewoon niet met elkaar kloppen. Hè? Nou, het punt is dan, zegt Dennett, we moeten dus van al die informatie op verschillende plekken, op verschillende tijdstippen, die zelfs mogelijk tegenstrijdig is, toch één samenhangend verhaal maken dat eigenlijk antwoord geeft op een vraag die ontstaat door de noodzaak tot handelen. Oftewel, op het moment dat wij accurate informatie over de werkelijkheid nodig hebben, dan moeten wij uit alle informatie die er in de hersenen is, die zelfs mogelijk tegenstrijdig is, die informatie putten, die ons in staat stelt om één verhaal te maken over de werkelijkheid dat klopt. En daarmee zijn we dus bezig ook met het selecteren van verschillende vormen van informatie die we hebben en bepaalde informatie achterwege laten en andere informatie gebruiken. En op grond van die informatie één verhaal krijgen dat klopt als een mogelijk verhaal volgens ons over de werkelijkheid. En dat we zo'n verhaal nodig hebben, dat klopt, dat komt omdat we soms moeten handelen. En als we moeten handelen, kunnen we niet handelen op grond van tegenstrijdige informatie. En we kunnen ook niet altijd handelen op grond van onvolledige informatie. Dus we moeten op de een of andere manier van alle informatie die er is, één verhaal maken als wij moeten handelen. Ook op andere momenten kunnen we dat doen, maar zeker als we moeten handelen, dan is dat noodzakelijk. En bewustzijn, zegt Dennett, is dan ook de beroemdheid in het brein van één zo'n samenhangend verhaal, dat daarmee ook aanzet tot handelen. Dat wil zeggen, als dat verhaal beroemd is geworden, als dat verhaal prominent is, als dat het verhaal is waarvoor we gaan, om maar zo te zeggen, dan zet dat verhaal aan tot handelen. En dan komen we, als we dit alternatieve model van bewustzijn als een soort beroemdheid in het brein hebben, kunnen we teruggaan naar Libet. En dan kun je zeggen, beroemdheid in het brein, het feit dat één verhaal over de werkelijkheid prominent is, dat vergt tijd. Je kunt niet maar 15 minuten beroemd zijn, zou Dennett zeggen. En je kunt zeker niet maar een paar milliseconden beroemd zijn. Dus als bewustzijn zoiets is als beroemdheid in het brein, die ook aanzet tot handelen, dan kan bewustzijn niet anders zijn dan iets dat uitgesmeerd is over de tijd. En, zegt Dennett,
beroemdheid, dus wanneer iets beroemd is of niet beroemd is, of wanneer iets wel of niet prominent is, of wel of niet belangrijk is voor handelen, dat is vaag. Dat zie je bijvoorbeeld op het moment dat je zo'n blikje open doet waar zo'n nepslang in zit. Eerst schrikt, wegrent en terwijl je nog aan het rennen bent roept, oh, het was helemaal geen echte slang. Ben je dan wel of niet bewust van het feit dat het een echte slang is? Dat is maar heel erg vaag. Dus wanneer iets de grens overgaat van onbewust naar bewust, is ook iets vaags. En dat wil zeggen dat er niet één moment is van bewustzijn waarop de beslissing wordt genomen. Dus niet alleen is bewustzijn uitgesmeerd over de tijd, maar er is ook niet een moment waarop je kunt zeggen, en dit is de periode waarop dat bewustzijn, wat dan dus uitgesmeerd is over de tijd, begint. Nee, het is uitgesmeerd over de tijd en waar de grenzen in de tijd liggen tussen onbewust en bewust, dat is vaag. Nou, als er geen moment van bewustzijn is, dan is er ook geen moment waarop een bewuste beslissing wordt genomen. En dat wil zeggen dat het readiness potential onderdeel kan zijn van de bewuste handeling. En dat volgens Dennett waarschijnlijk ook is. En dat komt door het volgende. Kijk, bewust iets willen, zou Dennett zeggen, is zoveel meer sowieso al dan één moment. Omdat als bijvoorbeeld Serena Williams een bal terug wil slaan, dan doet ze dat wel degelijk bewust. Maar het is niet zo dat er één moment is in het bekijken van de service van haar tegenstander, waarop ze zich dan bewust is van wat de bal gaat doen en dan ook de return, het terugslaan van de bal gaat voorbereiden. Nee, zoals Dennett zou zeggen, de bewuste wilshandeling, dus het bewust kiezen om iets te doen, dat is eigenlijk het hele proces van het akkoord gaan met gewoon het deelnemen aan de wedstrijd, of akkoord gaan met het ontvangen van de service van iemand anders, tot en met het maken van de beweging. Dat geheel is al één bewuste handeling. Oftewel, de actor, de bewuste actor, de bewuste handelende persoon, die is eigenlijk verdeeld in de ruimte en in de tijd. Dus dat is één reden. Dennett zegt, oké, het is makkelijk, kan makkelijk zo zijn dat het bewustzijn uitgesmeerd is en dat RP, readiness potential, er dus onderdeel van is. Ten slotte, en dat is een tweede bezwaar, een bezwaar dat eigenlijk meer gaat over de manier waarop Libet met zijn experiment omgaat en niet zozeer meer over bewustzijn, dat is het volgende. Dat is namelijk zo dat je kunt zeggen dat het readiness potential eigenlijk zou meten wanneer ontstaat de bewuste toestand. Maar, zegt Dennett, niemand weet natuurlijk wanneer de bewuste toestand ontstaat. Want dan moet je als het ware bewust zijn van het ontstaande bewustzijn. Maar dat is niet wat mensen hebben. Waar je wel bewust van kan zijn, is een bepaald tijdstip. En dat is het tijdstip wat op de klok verschijnt in het Libet-experiment. Maar het tijdstip dat op de klok verschijnt, hoeft helemaal niet het tijdstip te zijn waarop de bewuste toestand, die gaat over de klok en het tijdstip dat op de klok staat, ontstaat. Dat kan ruimschoots eerder bestaan voor het tijdstip waarover de bewuste toestand gaat. Dus het is een verschil tussen het tijdstip van het ontstaan van de bewuste toestand en het tijdstip van de inhoud van de bewuste toestand, dat wil zeggen het tijdstip waarover de toestand gaat. En dat is ook precies wat er gebeurt volgens Dennett in het Libet-experiment. De toestand over de klok En het laten neervallen van de hand. Die toestand, die ontstaat dan misschien op zo'n 550 milliseconden voor een handeling. Maar waar die toestand over gaat, de klok en de hand, et cetera, dat ligt later. En dat wil zeggen dat die dingen best wel uit elkaar kunnen lopen. En dat je dus ook op grond daarvan niet hoeft te zeggen dat het de RP niet, de readiness potential, niet onderdeel kan zijn van de bewuste toestand. Dat kan wel. Die bewuste toestand ontstaat eerder namelijk dan het tijdstip waarover de toestand gaat. En zo probeert Dennett te laten zien dat Libet verkeerd denkt over bewustzijn, op grond daarvan zijn experiment verkeerd interpreteert en had een alternatieve opvatting over bewustzijn. En ook een opvatting over bewustzijn die er rekening mee houdt dat de inhoud van de toestand kan verschillen van het tijdstip van het ontstaan van de toestand zelf. Daarmee laat Dennett naar zijn idee zien dat Libet verkeerd omgaat met zijn experimenten.